Hey, hallo iedereen. Ik ga vandaag iets doen. Ik ga een verrassing voor mijn vriendin Esmeralda. Die weet helemaal van niks. Het is werken nu. Ik ga haar eens even een telefoontje doen en zeggen dat ik naar een vriend van mij even moet. Meer ga ik niet zeggen. En dan ga ik naar de juwelier gaan. En ik heb het volgende. Ik ga het even nemen om te laten zien dat jullie dat ook ziet hoe dat is. Wat ik ook gedaan heb. Voor erachter te komen wat ik wil doen. De bedoeling is dat ik Esmeralda een huwelijk ga vragen. Maar we moeten een ring voor hebben. Dit zijn twee onze cirkeltjes. Ik weet niet of je het goed ziet. De kleinste is van haar, de grootste is van mij. Heb ik in een week heel onnozel op tafels getekend van lieve ringen, dat ik dat kan. Ik denk niet dat ze dat door heeft, dat dat daarvoor diende. Allee, dat hoop ik al sinds dan. Dus met dat papier ga ik naar de juwelier en hoop dat ik daar een ring kan vinden. Dat past. Als dat niet past, dan heb ik een probleem. Maar dan gaan we gewoon terug. Dan pakken we een andere. Dus ik ga nu de auto in. Ik ga richting de juwelier rijden. Oké, tot zover. Tot iedereen, ik heb hem gevonden. Dit is hem geworden. Je ziet niks. Natuurlijk, dat is een onthulling. Die krijg je pas zondag te zien. Als ze vragen, ga ik dat cadeau doen. Dus alleen nog een manier is te vinden hoe ik dat juist ga doen. En op wat manier, want dat is natuurlijk ook niet zo gemakkelijk. Maar daar verzin ik wel iets op. Ik ben vindingrijk genoeg om daar iets plezants van te maken. Dus de rest komt zondag. Dag. Hey, hallo iedereen, hier is hem. Ondertussen thuisgekomen. Maar nu moet ik even een manier zoeken hoe ik dat het beste aan een man, aan een vrouw breng in dit geval. Om te zeggen van, schat, ik wil met u trouwen, hoe moet ik dat nu doen? Hoe begin je dan zoiets? Ik kan dat googlen, maar wat gaat op internet vinden? Dus, ik ga al beginnen met het eerste stukje van het filmpje te monteren. Ondertussen kan ik ook wel nadenken over hoe dat ik dat beste doe en wanneer. Op welke, de zondag ga ik dat doen sowieso. Maar dat is ook eigenlijk ook aan haar moeder moeten vragen en haar vader of dat die dat wil dat ik daarmee trouw. Ik kan dat op twee manieren doen. Ik moet een telefoon pakken en ze bellen. Maar volgens mij gaan die dat niet kunnen verzwijgen. Die gaan dat verklappen. Dus dat gaan we niet doen. Nou, wagen we het er maar op. Zullen we wel zien wat er van komt, of dat het goed komt of niet, of dat ze dat willen of niet, maar ik denk het wel, dus dat komt goed. Maar nu, dat zit in een pakje. Dan kan ik twee dingen doen, ofwel geef ik dat zo af, maar dat vind ik niet echt gelijk het zou moeten. Eigenlijk zou ik dat doosje moeten openen, maar op mijn knieën moeten gaan zitten en zeggen, schatje, alsjeblieft wil je met mij trouwen. Of iets om die naart, hè. Maar dat kunnen niet meer zo pakjes doen, dus daar ben ik niet helemaal over uit hoe ik dat ga doen, maar dat vind ik wel niet top. Goed, mensen, tot vervolg. Heb je gestresst voor vandaag? Nee, helemaal niks. Ik heb wel de ring. Ik laat het niet zien, dat is zo zelfs. Ze moeten eens even naar de bakker, dus die weet niet wat we van plan zijn. De GoPro is al klaar. Dus als die zelfs binnenkomt en Jelle is ook wakker, dan gaan we eraan beginnen. Hè. Grote moment. Het grote moment. Kijk er dan uit. Tot zelfs. Kom. Hier staan. Even omdraaien. Blijven staan. Jelle, stil hè. Daarvoor kijk, ogen toe. Echt hè? Ja, ogen zijn toe. Toe hè, en toe houden hè. Ja. Wat blind ook. Timer om. Oh.
verhalen van morgen? Wil je alsjeblieft met me trappen? Tuurlijk. Oh my god, je past niet. Dat is... Oh jawel, hij past niet. Laat eens naar de camera. Zeg het op brand, kom. Jij wist het pas. Ja, al even.